vandaag zaterdag en ik ben hier met Verona en met moeders. Wat ga jij vandaag doen, moeders? Ik ga even met Verona buiten rijden. Ja, want het is echt heel lekker weer, het zonnetje schijnt. Het paardje glimt helemaal. Dus moeder gaat de buitenrit. Ik ga een hooi doen en dat soort dingen. Want het is ook heel belangrijk. Vandaag gaan we ook naar Kavluna toe. Ik weet niet wat mijn moeder allemaal aan het doen is. Maar ik heb ondertussen Verona gepoetst en gezadeld. Nou, ik moest even dingetjes doen. Die kon ik doen. En groempje Tessa, die heeft inmiddels mijn paard al gezadeld. Beugels op maat gemaakt. Het is fijn dat ze op de Arkhoeve zoveel leert. Dan gaan alle dingen een heel stuk sneller en makkelijker. Dus ik ga even naar buiten en dan kan Tess nog even dingetjes afmaken. En dan gaan we snel naar de Arkhoeve, want vanavond gaan we naar Kavluna. Zo, ik ben even op pad geweest en ik heb wat gras geplukt en ik heb slobber gemaakt. Ik wil eerst wat riet plukken, alleen het riet was allemaal geel geworden. Dus dat is minder lekker. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk ook niet of paarden dat mogen. Als het geel is. Ik denk dat ik nog even wat worteltjes erbij ga pakken en die bovenop... Ik denk de kleine worteltjes gaan pakken. En ook die dan een soort gebruik als decoratie nog. En Verona heeft een gat in haar bak. Daar komt nu allemaal water uit. En dat water dat ga ik dan in haar drinkbak doen. Waardoor ze daardoor ook nog een beetje slobber heeft. Zo, hij heeft een upgrade gekregen. Hier zitten allemaal snoepjes. En dat moet dan lijken op bloemetjes. En dan op de slobber heb ik allemaal peen gedaan. Geen idee. Er zitten hier ook nog twee snoepjes. Zitten ze nu hoe het is? Zo, lekker buitenom gestapt. Ze vond een hele hoop dingen spannend. Maar uiteindelijk ging het wel weer goed. Dus daar was ik heel blij mee. We hebben niet heel veel tijd. Dan krijg je met twee manetjes. Tess is nu even de beentjes af aan het spuiten. Ik ga de spullen schoonmaken. En dan gaan we snel naar de Arkhoeve. Inmiddels is Boris opgezadeld hier. Tess is even een bodyprotector halen. Omdat er hier een bak is buiten naast de een weg waar best wel veel zwaar verkeer langs komt. En niet iedereen houdt altijd evenveel rekening met het feit dat hier een manege langs de weg ligt. Dus paarden kunnen dan wat sneller schrikken. En dan is het verstandiger om daar een beetje rekening mee te houden. Ik heb ook voor de zekerheid even een longeerlijn. In de zomer schijnt het wel minder erg te zijn dan in de winter. Voor nu binnen zijn de kleintjes bezig. Is een halve bak afgezet en de andere helft is best druk. Dus we gaan gewoon even naar buiten. Daar is een mevrouw wel de proefje aan het oefenen. Dus dan gaan we even netjes tussendoor. We zijn in het bos dicht bij de Arkhoeve. We hebben wel 20 minuutjes moeten lopen, maar we zijn er. Dit is het bos van de Uithof. De Uithof, ja. Ze zijn nu in het bos hier. Check. En dan kunnen we daar nog een heel eind verder. Maar we gaan terug, want we gaan lekker zoeken. Ja. Kom. Terugweg gaat een stukje beter. De honden die begint een beetje te ontspannen. En ik had een vreemdsoortige auto aan, maar ja, dat geeft niet. Hè? Oh, ja. Of een legerauto van Mercedes. Dus nu is alles weer een stukje makkelijker. Ja, verpoei. Onder een afdakje. Dus ik wil de camera een beetje recht houden. Halster is af blijkbaar. Beetje zwaar. Maar je snapt het wel. Ja, die heeft er ook wel zin in. Dat scheelt ook. Benen afspuiten zo meteen, want het is echt smerig.
zijn in het pand. Tess zit in mijn blije ei ingepakt, want die heeft koud. Met de vieze smerige rijbroek aan, dus daar ben ik minder gelukkig mee. Wel mijn mond daar. Jee. Wat gaan we doen? We gaan een liedje opnemen voor de Go Social Party. Ja. Maar vertellen nog niet wat. En Daan komt ook zo, want die gaat ook zingen. Ja, ja, Daan gaat zingen. Daan en ik gaan samen zingen. Ik heb er echt zin in. Ja? Ja. Goed. En dan hebben we hier... tegenlicht. Onze... hoe zullen we het noemen vandaag? Music man. De man van de computers. En de microfoons. Dus Rick die gaat zo meteen de boel opnemen. Het gaat wel het een en ander filmen, want het is ook wel wat. Microfoons? Ja, je moet de microfoon aansluiten. Welke microfoon? Die in je tas zit, hoop ik. Nee. Heb je die microfoon niet meegenomen? Nee. To be clever, how about living with my horses? Hashtag ride. Want we hebben vandaag iets heel speciaals gedaan. Daar komen jullie later achter. Ik heb vandaag met Verona freestylen gedaan. Nu ben ik heb ik Blondie heel erg goed gepoetst. Want ze had heel veel kriebel. Omdat ze natuurlijk in haar wintervacht zat en naar haar zomervacht toe gaat. Boris die staat nu in de mode en heb ik ook gepoetst. En Blondie ga ik zo nog freestylen. Dat. Vandaag maandag. Wij gaan naar Middelhof, of we zijn bij Middelhof, voor Verona. Die ga ik freestylen. Daarna gaan we naar Middelhof. Dan gaat Daan Boris rijden en ik Blondie. Daarna gaan we weer naar Middelhof om Verona in de stapmolen te zetten. En er komt nog iets spannends binnen en dat wil ik unboxen. Wat? Ik word bijna bang van je. Wij staan hier te wachten. Ja. Want het paard heeft besloten dat wij niet in het zand zijn. Die staart. Ja, wij staan net op de tegels. Ja, het paard moet naar ons komen, wij niet naar het paard. Ja. Dus zolang de paddock niet vol is, hebben wij geduld. Het paddock. De paddock. Hoe nou weer bij het paddock? Het paddock. De paddock. Kan allebei. Nee. Het paddock. Nee. De paddock. Nou ja, wij wachten gewoon even op. Het paard. Ja. Oké, ik ga jullie neerzetten. Wacht even voor. Zo. Ga je neerzetten? Ik ga mijn kijkers neerkijken. Zitten. Zo. Zitten jullie? Mooi. Oké. Wat is er? We zijn in de Arkhoeve in de kantine. En hier hebben ze anti-corona thee. Ik dacht nog virus, maar nee, thee. Wat zit erin? Gember. Kurkuma. Ik ga het zo laten zien. Munt en citroen en tijm. Nou lus ik geen tijm, dus ik heb gevraagd of de tijm eruit mocht. En dan ziet het er zo uit. En dan is dit, kijk, een geschrapte kurkuma wortel. De vraag is, moet je kurkuma schrappen? Ik weet niet, laat hieronder in de comments. En dan krijgt het zo'n kleurtje. Een beetje opzij houden. En dan kan ik je vertellen, ik vind het nog lekker. Kijk, Blondie krijgt allemaal rare donkere vlekken op haar kont. Ja, aan de rechter, aan de andere kant en dan aan de benen. Ja, hier. Misschien wordt ze... Oeh, sorry Blondie. Misschien wordt ze een... misschien is ze gewoon een bonte pony. Spitsuur heb ik buiten gereden met Blondie. Alle vrachtwagens die erbij kwamen, in het begin vond ik het zelf ook wel heel erg eng. Ik ben wel blij dat ik er van tevoren al het klapperende stapmolen ding heb laten zien. Daardoor vond het wel wat minder eng. Ik was vooral afgeleid met heel veel dingen. Maar daarna had ik een kauwgom op mijn bel omheen geblazen. Ik let ook niet meer op mijn moeder, want het was niet heel interessant. En uiteindelijk is het echt heel goed gegaan, dat hebben jullie ook gezien. Er zaten echt een paar hele mooie stukken tussen en aan het eind had ik er echt voor elkaar. Dus ik ben weer super trots op haar en op mezelf dat we het allebei hebben gedaan. Ondanks de eenden, de bak en
Het verkeer. Ja. Nou, het is avond en dat betekent dat ik de paarden een hapje ga geven. En dat doe ik met Oerbrand en Slobber. En nu is het tijd voor de Oerbalans. Ze hebben heel veel zin in, dus ik ga het maar snel. Ik ga het maar snel geven. Kier gaat trouwen. Er is iets heel grappigs binnengekomen voor mij. Ja! En dat ga ik nu laten zien. iPad Pro! Hoe cool is dat? Met toetsenbord. Magic toetsenbord erbij. Dus die gaan we uitpakken. We gaan ook even TikTok van maken. Dus ik kan hem even op de tafel leggen. En dan kunnen jullie even meekijken. Want zulke dingen zijn toch wel gewoon heel gaaf natuurlijk. Ook al zijn wij een paardenkanaal. Dat was het unboxen van de iPad. Ik ben er heel blij mee. En nu kan ik nog makkelijker overal werken. Dus. Het is vandaag dinsdag en we zitten in de auto. En we hebben hele schattige mini paardrijdjes. Vork. Mini schattige vork. Nee, ik heb een vork en noedel. Ik heb gesteld dat het niet goed voor je is. Dat het beter is om het niet te doen. Is het wel heel erg lekker af te doen. Ja, kijk, hier is een roze. Die. Wat vind jij nou bijzonder aan hoe ik deze dingetjes opeet? Dat jij ze per kleur sorteert. Ja. Wat ik wel jammer vind is dat daardoor het warm wordt en dat vind ik minder lekker. Nou, we hebben niet hier al naast mijn noedels heb je al een bakje. Ja. Zo, ik heb hem net lekker gepoetst. Het ging eigenlijk best wel nou poetsen. Ja, dat gaat altijd wel heel erg goed. Maar ze was vandaag heel lief. Ze was bezig met eten en dan heeft ze geen tijd voor andere dingen. Dus ze was hartstikke lief. Ik ga nu Boris poetsen, auw en zadelen en naar rijden. Oh ja, nou ik heb net Boris eventjes gereden. Even gevoeld waar die sterk is of waar die wat minder aan mijn been is. Deze kunnen we wel even uit. Ik vond dat hij wat sterker aan de rechter teugel was en daardoor dus ook ietsje minder aan mijn rechterbeen. Dus ik heb heel erg ermee bezig geweest dat hij goed aan mijn rechterbeen was. Oh, braaf. Nou, daar kreeg je eigenlijk wel snel resultaat voor. Dus we gaan nu met Tess verder kijken of ze dat ook mooi voor elkaar krijgt. Kijken waar je naartoe gaat. Kijk verder. Ja, blijf kijken. Ja, en met de beweging bezig. Soepel in je arm. Aan de hand daarvan, als jij jezelf daarvan bewust bent, kun je jezelf en je paard er ook op corrigeren. Nou, het ging heel goed met Tess. Ze kon heel goed, zag ik ook wat ik voelde dat bij Tess gebeurde. Dus ik kon haar daar heel goed mee helpen. Daar hadden we ook eigenlijk heel snel reactie mee. Vorige week met springen hadden we dat de rem niet zo goed werkte. Dus daar hebben we vandaag ook echt even een beetje aandacht aan besteed. En het ging eigenlijk wel goed, hè, Tess? Kom maar, Tessie. En we naar boven. Kan die ook omhoog? Nee. Kom maar, Kast, je kan het. Nee, het was spontaan net. Jongens, we hebben Blondie aan poetsen. Ineens bedenk ik. Want mijn moeder liep met de camera richting de kantine. Ik was in de kantine om snel wat drinken te halen. Mijn moeder liep niet langs me. Ik heb haar ook niet gezien. Ze houdt ze in de auto mijn paaseitjes zitten op te eten. Maar nee. Oh, dit is echt te erg. Ik heb het buiten gereden. Ja, Blondie, dat mag weer even. En ik heb de schade gezien. En zou je denken van, huh, schade? Ja, aan onze spullen. Want, het laatste bewaak voor het laatst. Ik denk dat jullie het weten, want er waren best diepe plassen. Ik begin met mijn eigen laarzen.
Dan zou je al denken, oké. Oh, je hebt ook lekker gezweten, meid. Ja, het was echt heel heftig, onze rijkunst. Oké, nou, laten we maar naar het eerst gaan. Ik doe een paar stapjes van Blondie af, want ja. Oké, dit zijn mijn... Oh. Dit zijn mijn laarzen. Mooi, hè? Nu we toch beneden zijn. Hier zijn Blondie haar benen. Mooi. Hier is mijn zadel. Ook helemaal met zand. Achterbenen. Andere kant ook. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ik ga naar paardenkliniek De Raaphorst om even met Frenkelin te praten over wat doet het coronavirus met paarden. Daar komt een aparte video van, maar ik ga nu wel op weg en ik zal de video linken, denk ik daar. En de ponies zijn eigenlijk vrij, maar het is ook weer tijd voor de smid. Oh, het is donker, even wachten. Jeroen van de Hoefsmid is weer weg, want Domi is gedaan. Die is nog een beetje suf. Blondie is weer gedaan en... Oh, Mandone gaat er van flamen. Blondie is gedaan. Wie is gedaan? Blondie is gedaan. Ja! Ik probeer Blondie, ga zo gauw, flamen aan te leren. Maar dat gaat niet zo makkelijk als je denkt. Ik ga het eerst proberen met mijn vinger. Maar het enige wat ze doet is zo hap, 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 hap naar het snoepje. Dan ga ik met het snoepje ga ik zo boven de lip, zo. Kijk, en dan doet ze het wel. Dus zo, ik wil weer eventjes verder. Ik heb nu mijn Blondie geoefend dat ze uit mijn buurt moet blijven als ik haar eten geef. Want ik merkte van, ze wil te graag eten. Ze wil wel echt heel graag leren, dat weet ik ook, dat ze dat heel graag wil. Maar dat ze het te graag wil. En dat is niet de bedoeling. Dus heb ik dat nu geoefend. Ik zou nu op Indoor Brabant moeten zijn, daar ben ik niet. In verband met het coronavirus is alles afgelast, of in ieder geval zonder publiek. En ik ben publiek denk ik, of iets in die geest. De ponies worden vandaag op de Arkhoeve gedaan door Felicia, want die hebben nieuwe schoenen gekregen. En Felicia heeft ze gefreestyled, ze weer eventjes aan hun ijzertjes kunnen wennen. En morgen gaan we gewoon weer rijden. Tenminste, Boris freestylen en Blondie rijden. Vandaag zit Tess op Middenhof om Verona te rijden, want die zou een proefje gaan rijden zondag. Alleen hebben we net van de KNS gehoord dat ook alle wedstrijden afgelast worden. Dus Tess gaat zondag helemaal geen proefje rijden. Dus ja, ineens is dan je hele filmplanning ook gewoon ja, naar de maan. Dus ik ga nu even naar Tess toe, die is bezig met Vroontje rijden, nu even tegenlicht, donker. Dus die is lekker Vroon aan het rijden. Die was aan het oefenen voor het proefje, maar nu dus niet. En ja, een beetje gek zo met corona in Nederland. Laat hieronder even in de reacties achter wat je ervan vindt en wat jij ervan ervaart. En ik word scherp. En hoe jij daarmee omgaat, want daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Een broodje. Vroon zit helemaal onder het zweet. Ze heeft het warm gekregen. Eigenlijk ging het best goed. In het begin dacht ze echt zo, ik weet niet wat jij doet. Alleen ik blijf gewoon even lekker stappen, draven, galopperen. Meer doe ik niet. Maar uiteindelijk dacht ze, nou, oké dan. Hoi hoi. Welke dag is het vandaag? Het is vandaag vrijdag en ja. Gisteren is, nou ja, eigenlijk vannacht is de Formule 1 afgelast. Hoe heet dat? Disneyland Parijs is dicht gegaan. Ja. Eigenlijk alle Disney's zijn dicht gedaan. Vliegverkeer naar Amerika is inmiddels gecanceld vanuit Europa. Ja, wil Trump niet meer. Nee, nou ja, wie het niet wil, dat maakt niet zoveel uit. De hogescholen en de universiteiten die geven alleen online les nog. Dus de studenten
mogen er niet meer heen. Ja. En alle cursussen, evenementen, alles wordt afgelast. En dat alles natuurlijk vanwege het coronavirus. De school van Tessa die heeft een dapper besluit genomen door te zeggen van ja, weet je, als je het niet vertrouwt of er milde symptomen zijn, dan hou je kind thuis. Ja. Nou ja, wat zijn milde symptomen? Dat weet ik dus niet. Is dat één keer niezen per dag? Is dat drie keer niezen per dag? Is dat één keer hoesten per dag? Ik heb gewoon geen flauw idee. Dus ja, dat vind ik heel erg lastig. Ja. Ik denk ook dat ze de scholen wel dicht gaan doen, net als in België en Frankrijk. Dus hebben wij er diep over nagedacht en bedacht dat het misschien toch verstandiger is om ja, Tess thuis te houden. Dit voornamelijk omdat wij in staat zijn om Tessa op te vangen. Omdat ik vanuit huis werk en we hebben natuurlijk een pand waar Tessa ook prima rond zou kunnen lopen. Tessa kan online Scoola doen, taalzee, dierentuin. Rekentuin. Nou ja, in ieder geval, ze kan genoeg thuis doen. En ja. Ze staat nu niet meer bij de A, alleen staat nu richting de F. Dus ze moet een beetje door gaan rijden. Oh, oh. Het gaat wel achteruit. Ik ga Heinja in de paddock zetten. Ja. Oké, ik heb lekker gereden. Ze is wel heel pittig, dus ik moet voer aangepassen. Ze wordt ook dik. Dat is op zich niet erg, want Veron is nooit dik. Maar het betekent wel dat we iets aan het voer moeten gaan doen. In combinatie met de hoeveelheid die ze momenteel getraind wordt, wat voornamelijk natuurlijk uit longeren, freestylen en af en toe rijden bestaat. Natuurlijk springt ze nog één keer in de week, meestal twee keer. Natuurlijk doen we nog twee, drie keer dressuur. Maar toch te vaak dat het even longeren of even freestylen is. En ze was nogal pittig vandaag. Dat vind ik niet erg, maar ze zit zichzelf bij mij in de weg. Zo, moeder, ze heeft net gereden. Ze had net al verteld hoe het was gegaan. Het ging goed, hè? Ja, ze is een beetje wild. Voor Veron is dat ook een beetje raar, want Veron is nooit wild. Ze wordt een beetje dik en dat is ook raar, want ze is nooit dik. Maar goed, ik ben wel blij dat ze wild en dik is en niet schraal en... We gaan nu even naar huis om even lekker wat te eten, want ik heb een kraagje en een maagje. En daarna gaan we naar de Arkhoeven. Dan heb ik les met Blondie en daarna ga ik freestylen met Boris. Dus ik ga eten. Hoe gaat het, Tess? Ja, goed. Mooi zo. Nou, laat me zien dan. Heb je een fluffy, wat heb je een fluffy trui aan? Ach, schattig. Goed zo. Meteen je duim iets meer bovenop, je hak ietsje lager. Goed zo. Kun je je teugel ietsje korter maken? Ja. Dat je ietsje minder je hand heel laag hoeft te doen of dat je teugel een beetje losbungelt. En jij, als je aan de voorkant in zou willen spelen, dan moet je eigenlijk even goed controleren of ze de lichaam wel genoeg gebruikt. Betekent niet dat je er een soort op hoeft te jagen, hè? Zelf stil zitten. Kun je je hakken nog lager doen en je knieën meer ontspannen? Ja, daar. Hou recht. Hou recht. Je knik moet in jouw elleboog blijven. Je schouder moet blijven ontspannen. Zo. En jij denkt constant in je hoofd twee teugels gelijke druk. Ietsje rustig. Dus het is wel goed om... Wat je doet is heel goed, alleen moet je opletten dat het even die meer energie opwekken is. Hè? Dus dat bolletje van die energie bundelen, daar willen we even wat meer energie uit. Maar kijk eens, we willen niet dat die energie overal naartoe spat. We willen dat die energie in dat bolletje blijft. Dus je moet hem niet opjagen dat overal de energie verloren gaat, maar je wil dat het in dat bolletje blijft. Zo, ja. Heel goed. Dat, heel mooi. Kijk daar. En dan mag je best zo, hou die duim bovenop. Hou die duim bovenop. En waar jij dus voelt dat het eigenlijk bijna tegen perfect aan zit, dan galoppeer je aan. Duim bovenop. Duim bovenop. Ja, zat dat bijna tegen perfect aan? Ik weet niet helemaal wat ik nou, dat zeg maar alles klopt om aan te galopperen.
dat hij recht is, dat hij naar je been luistert. Dus dat hij zeg maar, dat alles klopt om aan te kunnen galopperen. Dus dat hij niet stiekem wat naar buiten toe loopt. Dat ze niet stiekem wat door zitten drammen of juist in slaap zitten vallen. Zo, ja, zelf soepel zitten. Ja, soepel zitten. En toch een beetje je kuif, je hoeft niet je hakken erin te duwen, maar een beetje je kuif tegen de buik aan blijven duwen. Zo, ja. Ja, goed. Goed. En ontspan je armen dat je handen mooi stil zijn. Daar, dat is heel goed. Dus let goed op, hè. Ze is nu 2 keer in de verkeerde galop gegaan. Dus let op dat ze niet te veel naar buiten toe valt op het moment van aangalopperen. Zo, ja. En zelf op je kont blijven zitten als je aangalopeert. Goed zo. Ja, ja, daar. Daar, zo, ja. Goed zo. Dan ziet het hetzelfde eruit als Daan. Zo, ja. Heel erg goed. Zo, dus dit zit bijna tegen perfect aan, hè. Dus dan kunnen we wel proberen aan te galopperen. Goed zo. Oké, nu had ze dus alleen ietsje beter naar je been moeten luisteren. Dat was het enige. Maar dan gaan we zitten zeuren, hè. Zo, zitten. En voel datzelfde als wat je er net in doorzitten had. Ga je nu ook in de draf. In de galop, sorry. Wat je in de draf had, dat gevoel heb je nu ook in de galop. Ik ben niet zo lekker geweest. Dus je hebt echt wel even zelf een week, anderhalf geoefend. En ik vind echt dat je heel goed hebt geoefend. In het begin ging je een beetje proberen te hard je best voor me te doen. Ja, dan wil ik graag laten zien wat ik allemaal heb bereikt. Ja, precies. Maar je ziet als we eenmaal die bubbel een beetje door hebben geprikt, dat je gewoon weer lekker gaat paardrijden. En dat we echt weer een hele grote stap hebben gezet. Ja. Ja, echt heel goed. Hé, Blondie. Geef ik het aan jou? Oh, yes. Gelijk weer gelijk actief meelopen met hem. Gelijk hop, hop, hop. Jij hebt de leiding. Goed zo. Dan was je eigenlijk iets te laat met draaien. Maar dan weet je, oké, goed. Goed dat je dat dan weet. Dan gaan we er nu weer aan werken. Dus dan gaan we hem zo meteen nog een keer om laten draaien. Kijken of we hem even kunnen laten draven. Ga je iets langzamer lopen. Stapje achteruit. Kijk die staart in de lucht. Oké, wilt u hier niet op remmen, dan draai je hem een keer om. Kijken of je er langzaam in kan komen met draaien. Is het eigenlijk langzaam? Langzaam, langzaam. Maakt niet uit. Wat ik zie, Tess, we laten hem even gaan. Wat ik zie, dat jij niet zo heel goed doet voorbereiden. Ja. Je neemt niet heel, heel erg de tijd. Het is, eigenlijk moet je de stapjes in je hoofd nemen met stap 1 is lijn wisselen. Stap 2 was, je zet een stapje richting de andere kant. Mm-hmm. Stap 3, hand omhoog, reageert u daar niet op, touw los. Ja. Dus. Ja, ik heb er niet heel veel bij geoefend, want ik heb het vooral gedaan op het moment dat ik erg moe was. Oké, nou ja, dat maakt niet uit. Dan drukken we nou. Aan het eind van de dag moet ik corona nog niet leren, als ik al 2 ponies heb gereden. Ja, dan ben je moe. Kijk, dus als hij, hier mag je naar rechts, ja kom, ja kom. Ja, kom. Juist. Goed zo. Netjes, braaf. En gelijk weer actief meelopen, Tess. Gelijk weer hop, hop. Jij hebt de leiding.